Hey mensen, ik ga reageren op Vincent Visser. YouTube filmpjes. Nou, Vincent Visser, ik ga reageren op jouw YouTube filmpjes. Dat ik jouw YouTube filmpjes gewoon heel erg tof vind. En tussen haakjes Vincent Visser, ik ben nog vrijgezel. Dus je kan me nog krijgen, dus... Ik wil haar graag een hoofdrol in jouw vlog, vindt ze. Hij mag helaas niet mee. Nou jongens, het skiën is voorbij en we zijn aan het skiën. Nou Vincent, je hebt dit heel leuk gemaakt en allemaal top in elkaar gezet. Echt, top event. En dat je helemaal naar Vrijmen Oostenrijk rijdt, ik vind Ebro echt tapper. Dat hij dat allemaal doet. Echt tapper van jou hoor. Ik ben echt trots op je. Dat je zo'n leuke YouTuber bent en een hele goede vlogger. Gaat zo door Vincent. Ja, dit vind ik ook goed, Vincent, hoe je reageert op de vragen die wordt je gesteld, Q&A vragen. Dat vind ik ook heel goed van je, dat je dat doet. Dat vind ik ook heel goed. Hier, komt hij net in dat huis te wonen. Gaat hij naar Nick Rozen. Dat is echt een grap zelfs, jongens. Nick Rozen is echt lobbig. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En voor mij is het een beetje... Nou, Vincent, ik vind dit ook heel top in elkaar gezet. Dit heb je ook heel erg top gedaan. Ik meen het oprecht, want dit heb je ook heel erg top gedaan. Helaas kan ik dit niet helemaal uitkijken, want dan wordt de video te lang. Want ik heb geen vlogcamera. Maar Vincent, als je mijn YouTube-filmpje ziet op mijn YouTube-kanaal, van jou wil ik heel graag vlogles. Hoe je moet omgaan met de vlogcamera, want dat ben ik niet gewend en ik weet niet hoe je dat op YouTube moet zetten. En oh, jij hebt je alle YouTube-filmpjes met muziekje erop gezet. Ja, dat wil ik ook heel graag leren. Nou, mensen, kijk, Vincent, dit heb je ook heel top gedaan. Je hebt echt een hele coole auto. Hier ga je op vakantie, ga je broer verrassen. Dat vond ik ook heel erg top. Helaas kan ik niet helemaal uit. Oh, dit stukje vond ik het spannendste. Wie bij jou nog meer in het huis kan wonen, dat vond ik zo spannend. Maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen en is die toch de jongen bij jou kon wonen, die ik kwam wonen. Nou kijk, dit is ook een hele leuke vlog. Jij maakt hier ook helemaal grapjes in en zo. En dat vind ik leuk wat net kwam, dat muziekje. Hoe doe je dat? Ik ga een hele... Kijk, deze vind ik leukste. Deze, met Walter in. Kijk, want ik ben ook een beetje fan van Walter, want die speelt Nick in Brugklas. Ja, zo is het wel een beetje gegaan, ja. Maar goed, nou, ik vind dit ook leuk gedaan, Vincent. Dat je Wouter ook bij me intrekt en dat je hem belt. Dus dan ga je op Brugklas... Dus zoals jij op Brugklas filmpjes reageert, reageer ik op jouw filmpjes nu. Oh, dit stukje heb ik nog nooit van je gezien, Vincent. Oké, dit is echt ziek, jongens. Als je niet wilt zien, nou, Vincent.
Ik ga straks even... Oh, het is eigenlijk van Theo's vlog. Goedemorgen. Nou, op, die hoort het niet bij. Oepsie, sorry. Sorry. Nee, doe maar die maar niet. Nou, in deze vlog vind ik cool hoe jij reageert op de brugklas filmpjes. Dat vind ik gewoon heel tof van je. En ik vond ook nog steeds tof dat jij in de brugklas speelt. En wanneer kom je weer in GTS uit Valentijn, want ik vind jou daar ook een hele goede acteur. Nou, dat was het. Te reageren op de YouTube filmpjes van Vincent Visser. Vincent Visser, ga door met YouTube filmpjes maken. Ik ben trots op je, ik geloof in je en ja. En als je deze YouTube filmpje kijkt, ik ben verliefd op je, Vincent Visser.